Amsterdam-Noord is volop in ontwikkeling en vooral aan de IJ-oevers is de laatste jaren flink gebouwd. De skyline van Noord is daardoor erg veranderd. Nu is er veel hoogbouw te zien, maar vroeger was er maar één gebouw aan de oever van het IJ. Het Tolhuis. Dit huisje werd in 1662 gebouwd en hier woonde de tolgaarder. Die geld inde van de mensen die het IJ overstaken met de tolhuisboot. Amsterdammers gingen voornamelijk als uitje naar het Galgenveld, wat op de plek van het huidige Overhoeks lag. Daar werden vanaf de 14e eeuw veroordeelde criminelen opgehangen. Het Galgenveld werd tot 1795 gebruikt. In 1859 werd het houten tolhuis vervangen door het tolhuis wat wij vandaag de dag kennen. Het terrein breidde ook uit met een tuin. Het tolhuis was toen een enorm populaire plek. Amsterdammers vluchtten de overvolle binnenstad uit om te genieten van het nieuwe restaurant dat in de tolhuistuin was geopend. Er werden ook evenementen georganiseerd, zoals openluchtconcerten. Een ware uitgaansgelegenheid dus, die in trek bleef onder Amsterdammers tot de Tweede Wereldoorlog. Het terrein waar ooit het Galgenveld lag en waar later de tolhuistuin kwam, werd in 1867 overgenomen door Shell. Om het tolhuisterrein heen werd de uitbreiding van Shell steeds zichtbaarder door de laboratoria die er werden gebouwd. Er bleef maar weinig over van de ooit zo populaire tolhuistuin. In 1971 werd op het Shell-terrein de 80 meter hoge Shell-toren gebouwd, de huidige Adam-toren. Deze toren werd 45 graden gedraaid ten opzichte van het IJ en werd daarom ook wel de Overhoekstoren genoemd. Dit was het eerste gebouw dat onderdeel is van de nu zo prominente skyline. Rond 2000 verplaatste Shell zich steeds meer in westelijke richting. De tolhuistuin werd terugverkocht aan de gemeente en werd hierdoor weer teruggegeven aan de Amsterdammers. Die is nu alweer ruim 10 jaar open voor bezoekers en is uitgegroeid tot een bekende uitgaansgelegenheid in Noord. De gemeente startte daar in 2007 met de bouw van woonwijk Overhoeks, die naar verwachting in 2026 wordt voltooid. Daarnaast werd naast de Shell-toren het IJ Filmmuseum gebouwd. Deze werd in 2012 geopend als dé blikvanger van de skyline. Op de plek waar ooit de doden hingen staat nu het profiel van Noord.